parknokkers die gisteren in een schermutseling zijn geraakt met bewakers van Rosebel Gold Mines zijn nog steeds verhit. De mannen hebben vanmorgen een regeringsdelegatie die speciaal is afgereisd naar het gebied om partijen aan te horen, niet te woord gestaan. De delegatie stond onder leiding van minister Sergio Akinboto van Natuurlijke Hulpbronnen. Ook justitieminister Stuart Getrouw en zijn collega van RO maakten deel uit van de delegatie. De vergadering werd nog voordat de ministers aan het woord kwamen beëindigd. Dit bevestigen de parlementariërs Wendel Assadang en Diana Pocky aan onze nieuwsdienst. De assembleeleden hebben zich vandaag persoonlijk georiënteerd in het gebied en benadrukken dat de situatie nog steeds erg gespannen is. Tijdens een treffen van een groep illegale goudzoekers en de beveiliging van de multinational is een van de parknokkers dodelijk geraakt, terwijl een andere zwaar gewond is geraakt. De illegale goudzoekers hebben daarop verschillende machines en een bus van het bedrijf in brand gestoken. Assadang betreurt het incident. Hij pleit daarom dat partijen hoe dan ook met elkaar in dialoog treden. We hebben wel gesproken, maar op een moment, weet je, we hebben de gemoederen ernstig verstoord, dus dan kan je dan proberen, maar je kan niet verder. Maar hebben jullie kunnen begrijpen wat er eigenlijk is gebeurd? Dus dat is eigenlijk dat is de reden waarom we daar zijn gegaan, eigenlijk om dat te vernemen. We gaan praten en we gaan praten met elkaar en dan gaan we zien wat het wordt. Je toch? Maar tot nu toe is het dus niet duidelijk wat de aanleiding is geweest. We hebben gesproken met de mensen en we zouden van ze horen wat het probleem is geweest. En daar zover is het niet gekomen, omdat we, weet je, de regeringsdelegatie nog aan het woord moest komen en daarna zouden we eigenlijk de zaal de ruimte bieden om hun zegje te doen, om ons uit te leggen, of de delegatie uit te leggen, wat er allemaal fout zit. Ik geloof in praten en ik denk dat wanneer de tijd daar is, dat we elkaar weer zullen vinden en je gaat niks nu forceren, maar sowieso moet je. Je moet dat doen. Je moet naar de mensen komen. Je moet naar de mensen toe gaan om met ze te praten. Om te kijken van wat de situatie is, toch? Zo, het is nog niet van gekomen. Ik denk dat niet al te lange tijd zal er een vervolg plaatsvinden. Pocky merkt op dat de goudzoekers helemaal geen criminelen zijn. Ze vraagt zich daarom af waarom er toch is geschoten op de groep. Dat is een zeer kwalijke zaak, want kijk, als zij geen criminelen zijn, goudzoekers en de jongens, ze werken of ze komen wat zoeken, ze komen goud zoeken in een uitgemeend gebied van Rosebelt. Maar als het gaat om zo'n groot bedrijf, hoe komt het dat de jongens de toegang krijgen om zo'n groot aantal jongens zijn dagelijks daar in die verschillende pitten? Dat wil zeggen, er schuilt iets met die veiligheid van Rosebel. En als de jongens zich niet verzetten, waarom moet je zo ver grijpen om de jongens dood te schieten? Want doodschieten is geen oplossing. Dat vraagstuk van een werkloze jongens in, met name in het district Brokopondo, met name in district Sipaliwini, is een vraagstuk welke we gezamenlijk moeten oplossen, met name de regering van Suriname. En als je alles zo op een rijtje zet, en ik ben niet de bevoegde persoon om uitspraken te doen, maar mijn hart bloedt echt. En ik heb gesproken met een getuige, iemand die ook onderweg was naar Royal Pit, en hij zei me van mevrouw Pocky Arkidja, die ushi agafal dushi de man, dat de man is soetu, de aboy knapo. En die aboy knapo, de man as a masuta mag gericht. Dus er is geen sprake van verzet, heb ik me laten vertellen en ik heb niet met één persoon gesproken. Parlementariër Diana Pocky over de situatie in Brokopondo. Als volksvertegenwoordiger betreurt ze het geval en hoopt dat de regering spoedig een oplossing vindt. Intussen is Rosebel Gold Mines uitgekomen met een persbericht. De multinational betreurt het incident en zegt het onderzoek af te wachten voor meer duidelijkheid.